25 graden wordt het vandaag. Yay! Allemaal spullen. Voor mijn krachtkuur training. Even niet zo goed gepland. Jurkjes gekocht voor Lucilla. Zwembadje willen we straks even proberen. Ja, kan. Tandiers opgehaald van het station. Dat wordt een mooie speeldag. Nijna en welkom in Nederland. Hij is wel groter dan gedacht. Gewoon een bikini aangedaan, jongens. Dat is dan zo'n lekker zwembadje. We moesten een uurtje siesta houden. Hey. Ze liggen voor pampers in de oase. Twee. Wow. Oh, dit is wel lekker. Ja. Even mijn wit kleurtje wegkrijgen. In de rustig. Kijk, lekker. Hallo, hallo allemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar een supernieuwe vlog. Wij zijn Nari en Farah, Luan en Lucilla Bellinga van Gezond Leefstijl Gezin van Slank en Fit TV. En we zitten hier aan het ontbijt. Kijk, dit is mijn ontbijt. En ik heb hier weer online, want moet je kijken hoe warm het vandaag wordt. 27 graden wordt het vandaag. We worden 10. Dus het is zwembad weer vandaag. We gaan ons zwembadje wat we laatst bij de Action hebben gekocht, die gaan we opzetten. Straks. Eerst gaat Daniel nog sporten, want die moet natuurlijk nog naar de personal trainer. Even flink gaan sporten met voor de krachtkuur. Goedemorgen, Luan. Tante Iris! Tante Iris! Vind je het leuk? Yay! Ja, mijn zusje die komt... Mijn zusje die komt logeren. Voor degene die ons nog niet super lang volgen. Mijn zusje die woont in Londen. En die komt regelmatig logeren. Omdat ze natuurlijk ons mist en met ons wil spelen. Dus dat is hartstikke leuk. Die komt dan een paar nachtjes. Drie nachtjes denk ik. Hè? Drie nachtjes of zo logeren. Dus het is weer super leuk dat mijn zusje er ook bij is. Dus kijk vandaag weer gezellig een dagje met ons mee. Nou, ik ga zo meteen met de kids naar de Action toe. En even naar de kringloopwinkel wat spullen wegbrengen. Kijk. En de kruifvat. Want ik heb hier allemaal spullen gesorteerd. Wat weg kan, want ik heb gisteren het huis opgeruimd. En ik zat te bedenken, ik kan me jullie niet meenemen. Want Daniel die gaat zometeen weer sporten met de personal trainer voor de krachtkuur. En dat gaat hij natuurlijk weer filmen. En die video komt vandaag weer om 4 uur online. In mijn koffie hebben we de kruidvat. Oh ja, billendoekjes moet ik nog hebben. Ik moet even een boodschappenlijstje maken. Dus jullie gaan lekker met Daniel mee en jullie zien ons straks weer. Doei doeg! Alrighty, alrighty. Ik heb mijn sport bidon en spullen weer gepakt. Farah is met de kinderen op uit. Hoor maar. De house is empty. Maar ik ga nu gewoon naar de sportschool voor mijn krachtkuur training nummer 6. Ik heb er zin in. Deze vlog komt zo meteen om 4 uur speciaal voor jou als bonusvlog online. Dus ga kijken, want er zit ook weer een toffe 1 minute challenge in verweven die jij vandaag weer met mij mee gaat doen. Zie je zo in de gym om 4 uur in een speciale sportvlog. En dan daarna zie ik je terug in de vlog. Dat het is echt vet, maar dan ook vet lekker weer. Ik ga dus op de fiets naar de sportschool. Het varen heeft de auto met drinkjes mee. Maar heerlijk, je voelt nu echt zo'n zomers briesje. Nou, hier ben ik dan. Voordat ik aan de sportschool ga, denk ik, ga eerst even langs de bieb. Want we hadden zo ontiegelijk veel kinderboekjes. En ik denk, ja, laat ik die maar even terugbrengen. Maar op de valreep, ze gaan net om 10 uur open. Dus ik ben dan net iets over 10 uur. We hebben krachtkuurtraining, dus dit komt weer even niet zo goed gepland. Maar ook dit gaat gewoon door. Zorg dat je voor de kindertjes de biepboeken op tijd inlevert. Nou, ik ben inmiddels weer terug van vanochtend. Van... Ach, Puppy, Puppy, daar staat ze alweer. Hallo, weer lekker boterhammetje in het eten. Van vanochtend een hele drukke ochtend gehad. Eerst even al die spullen weggebracht, wat we gisteren allemaal hebben opgeruimd. Dus even naar de kringloop geweest. Toen naar de Action geweest. Heel veel boodschappen ingeslagen voor het kamperen. En toen nog heel even de stad in. Naar de H&M. Even wat kleedjes nog gekocht voor Lucilla. Want ik merk dat het nu mooi weer wordt. Van, ik heb nog helemaal niet zoveel kleedjes voor Lucilla. Dus ik heb hier allemaal jurkjes gekocht voor Lucilla. Misschien kan ik dat straks wel even laten zien. Misschien kan ik het nu wel even laten zien. Bij de Action ook weer heel veel spullen gekocht. Voor het kamperen. Kijk, deze hele tas is voor het kamperen. Er zitten allemaal spullen in. Ook nog twee koeltassen. En hier heb ik allemaal kleertjes voor Lucilla. Even kijken. Een jurkje. Gewoon even schattige jurkjes. Dat ze even wat aan kan. Niet super veel spannend. Ze is ook wel schattig. Vestje. En, oh ja, rompertjes zonder mouwtjes, zeg maar. Spaghetti bandje rompertjes, hoe zeg je dat? En nog meer rompertjes. Bij de Hema heb ik ook nog wat gehaald.
En twee leggingjes. Deze heb ik bij de Action vandaan. Slippertjes. En deze heb ik bij de H&M vandaan. Deze schoentjes. Als het zo heel heet is, dan is het natuurlijk hartstikke warm om dikke schoenen aan te hebben. En dan is het toch nog wat leuks om aan te doen als het super heet is. Ik vond het heel schattig. Ja, Puppy. Mama heeft wat voor jouw jurkjes ingeslagen. De spaghettibandje zakt ook al van je af. Ja, goed zo. En ik ben even hier even buiten. Heb ik alles opgezet. Kijk, het zwembadje willen we straks even proberen. Deze. Die heb ik van de week al bij, of een paar weken geleden bij Action gehaald. Parasol mag daar zo even uitschuiven. Maar Daniel die is nu even met Luan met de auto mijn zusje halen van het station. Want die is net aangekomen. Dus zometeen zie je mijn zusje ook. Nou, en ik ben ook weer thuis. vanuit de sportschool met Luan. Tante Dier is opgehaald van het station. En ze zijn hier een heerlijke speeltuin aan het maken. Ja. Dat wordt een mooie speeltuin. Wauw. Nou, Tante Iris is er. Hallo. Welkom in Nederland. En kijk, we hebben hier mijn heerlijke lunch. Heb ik met tonijnen en tomaat. Een noot en mozzarella. En papa die is het zwembadje aan het opblazen. Gaat goed, hè? Ja, maar dit is fontein, zie je. Dus dan zit ik te blazen en dan gewoon... Nou, maar dat kan toch ook. Kijk, deze. Hij is wel groter dan gedacht. Moet wel doorblazen, anders dan wordt hij niet... Ik denk dat ik beter een voetpomp kan halen bij opa en oma ofzo. Gewoon een bikini aangedaan, jongens. Kijk, wie zit er daar in het zwembad? Hallo. Dat is nog eens een lekker zwembadje. Oeh, dat is lekker, hè? Dat is lekker. Ja, en Luan zit daar in zijn jacuzzi. Is het lekker, Lu? Ja. Lekker warm? Ja. Lekker hoor. Lekker. Kijk, naar de vader. We moesten een uurtje siesta houden van mijn personal trainer Astrid. Maar ik moest eerst met varen dit grote zwemparadijs opblazen met de mond. Ja, dus duim zo. Ik heb hem opgeblazen. Met een lange adem. Dat heb ik gedaan. Nou, ga erin, Pamela. Met mijn mama. Ja? Okay. 3. 2. Nee. Ja. Oh. Dat is lekker, lekker. Wat een lekker bandje is dit, hè? Is dat een oase of is dat een oase? Kijk, dan de Iris die is zo goed om met emmertje nummer 100 aan te gaan. Lekker op het gras, lekker zacht. Lekker, lekker. Lekker hoor. Wel heel lekker. Ja, komt het wel heel lekker. Ja, nog tegen een jachtval. Is die nou vol? Ja, hè? Ze liggen voor pampers in de oase. Is het een voortuin in de oase of is het een voortuin in de oase, Pamela? Lekker, ja. Lekker, Pamela? Water. Hey. Daar ga je zo. Dan moet het wat gladder worden. Het water nog niet. Ja. Dat is leuk. Nou, veel. Nee, dat past niet, man. Nee. Nou, mama. Kom maar. Lekker, hè? Dit is leuk, Silla. Zo. Ben je klaar? Ik is weer op. Wow. Dat was een mooie duik. Die zullen dat ik jou na. Kijk, je zwemt ook nog zonder water. Lekker, hè? Lekker, hè, jongen? Oh, dit is zo lekker. Oh, dit is zo lekker. Hebben we daar ook nog een badje? Ja, oh, lekker, Silla. Is water op? Ja. De kraan is helemaal leeg nou. De kraan is helemaal leeg. Ja, weet je lekker, jongen? En de kraan is kapot. Ja, nee, is op. Al het water zit in het badje. Lekker, Sil. Even kijken toen ik hier.
lekker. Oh, dat is lekker. Dat is lekker. Lekker, hè? Ik lig hier heerlijk te zonnen. De eerste zonnebaren zon weer. Even mijn wit kleurtje wegkrijgen. Zodat de kinderen hier naast me spelen. Kijk. Hallo. Tijd voor een tussendoortje. Oh, lekker. Lekker. Mijn schoonzus verzorgt het vader het eten. Hoe heerlijk zit. Nou, dan zijn we wakker. Nou, morgen nog weer zo'n dag. Dus we laten het inboedel maar staan. Huh? Dinner is er. Ah, kijk, lekker. We gaan even een hapje eten. Dat was mijn bordje. En ja, dat was hem dan alweer voor vandaag. Ik wil je danken dat je erbij was. Vond je dit nou weer een leuke vlog? Dan willen we vragen, doe je onder de blauwe duimpjes omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren op ons kanaal slankerfittv.nl. En ik zeg tot morgen. Doei doei. Wat ruikt het hier allemaal heerlijk. Kijk. Kijk. Ah, dat is een mooie shot. Jij sporten. Ik heb ook gesport hoor. Ja, mooi is dat. Ik zie er niet uit. Ah, ja. Het ruikt wel lekker. Het ruikt heerlijk. Stoffig, joh. Ruimt lekker op, hè? Ja. Zie je maar, een terraswoning was heel makkelijk gelijk vloers bij te houden. Maar nu moeten we 3 vloeren bijhouden. Ja. Maar kijk eens naar het uitzicht. Kijk eens naar buiten. Kijk eens, dat is toch een mooi uitzicht, mama. Nou, het is inmiddels... Even kijken op de klok. Het is 2 uur en nu pas ben ik klaar met schoonmaken van het hele huis. Dat komt ervan als je zoveel achterloopt. Dus ik heb even heel snel een lunch gemaakt. Ik had zelfs geen puff meer om alles voor jullie te filmen. Maar ik zal natuurlijk wel even laten zien wat ik heb gemaakt. Kijk. Kijk, ik heb een